Hallo allemaal, ik ben level 10, dat zie je hier ook. Ik heb die achievement gekregen, zo'n talent, en ik heb die gekregen. Ook heb ik al twee achievements gekregen en ik ga vertellen wat er dus is gebeurd toen ik level 10 werd. Dus ik ben level up gegaan, mijn XP bar is ook een soort van weer level up gegaan. Ik heb meer XP nodig om level 11 te worden dan dat ik van level 9 naar level 10 ging. Maar wat gebeurde? Ik kreeg één unspent talent point en die heb ik hier aan besteed. En bij een paladin is dit anders. Die heeft weer een eigen talent. En dat heeft ook de warlock en de roach. Bij elk soort is gewoon een ander soort talent. Ook krijg je als je level 10 bent dieren. En die moet je dan hier, staat hier zo'n ding, zet die en rechter, en dan druk je dan met rechter muis op. Dan zie je dat iets heeft geleerd. En dan ga je naar de character info, naar de pets en dan staat die hier. Dan kun je op mount doen. En je kan, en ik heb deze gekocht. Die kun je hier kopen bij deze. Kun je ook trainen en hier kun je kopen deze, die kun je ook kopen omdat je level 10 bent, deze nog niet want je hebt geen riding 150 en German riding, dat kun je hier trainen, German riding en expert riding, deze kost 50 gouden muntjes en deze die zonder Swift kost een 1 goud muntje. Die Swift Mountain Horse en Rhymes of the Swift Mist Aber, dat zijn zulken. Die zijn 10 muntjes en hebben dus level 40 nodig en riding 150. Als je level 10 wordt met de mens, dan krijg je eerst een paard met een zadel. Een worgen, die speel ik nu, die heeft zo'n paard, een mountain horse. Een dwerg, die heeft een ram. En zo kun je nog wel even doorgaan. Die achievements, die krijg je direct twee. Dat vind ik die en die. Kiddy up, learn the apprenticeship. Riding skill en level 10, reach level 10 en dan heb je deze level 20, reach level 20 en zo kun je doorgaan. Bij deze heb je moet je naar de barbershop en je haar veranderen. Een opten, een companion pet. Die kan je ook kopen. Deze equip a tablet. En zo kun je nog wel doorgaan. Voor die professional trainers. Is hier. Cooking. Kun je hier allemaal dingen doen. Dit is de naam van de achievement. Dit is wat je moet doen. Bij level 15 krijg je de Dungeon Finder. En als je level 10 bent, dat is ook handig om te weten, dan kun je hier praten. Praten. Zie je? En je kan hier ook yells. Yells. Dat is dan, kun je daar typen, maar je kan ook mailen ontvangen en krijg ontvangen en verzenden. Dat doe je hier bij een mailbox. Ik heb bijvoorbeeld eentje van Bulma gekregen. En dit is de bank, daar kun je spulletjes in doen, maar daar moet je wel een kluis voor betalen.
Die moet je dan kopen. Dat ga ik nu niet doen. Je kan zo'n companion krijgen door ook weer zo'n dier te kopen. En dan ga ik nu heen. Kijk, hier is de bewaker. Er zijn nog wel meer bewakers, maar hier kun je de spullen verkopen bij die en bij die. Dus ook zo bij die, maar bij deze kun je ook zo'n companion kopen. Deze is de Great Hornet Held, dat is die, en dit is de Hornet L. Ik ga die kopen, dat doe je met de rechte muisknop. Zo. Aan een rechterbuis. En heb je weer een achievement? Heb je hier pets, companions, summon. En dan heb jij dat diertje. Die zet ik hier neer. En hij zegt ook, je kan niet een dier summonen met het bewegen. Dus als ik zo beweeg, dan kan ik hem niet summonen. Ik moet per se stilstaan. Hoewel bij deze wel anders is. Maar dat is dat je verandert. Dat was mijn filmpje. Nee, dat was niet mijn filmpje. In die vorm, dan ga je 20% sneller bij deze en die, 15%. En als je level 10 bent met een druid, dan krijg je ook weer een speciale quest. Die moet je doen om dan in een dier te kunnen veranderen. Dan kan je namelijk in een beer veranderen. Die quest is hier. Die is hier binnen. Zo, die zijn ook weer. Hier, deze. Vishnu Allah. Mondleed accepteren. En zo ga je dus verder en zo ga je ook door met die questen van hem en van diegene die je moet doen. Daar ga ik ook weer een filmpje over maken, maar dit was het voor nu. Geef de video een like en abonneer op mijn kanaal. Doei!